Ik ben Ton Roosendaal, ik ben de voorzitter van de stichting Blender. We zijn verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van het open source programma Blender. En in Amsterdam hebben we een studio, dat heet Blender Institute. En daar maken we korte films en af en toe een game. Om die open source pipeline te testen voor het maken van film en games. Always in my heart. Nou, ik ben de oorspronkelijke maker van het programma Blender. En sinds het open source is in 2000 ben ik ook zeg maar, de leider online, de hoofdontwikkelaar. Maar ook producent, ik organiseer dingen en ik organiseer de filmprojecten hier. Ja, de Blender Foundation is eigenlijk zoveel mogelijk op de achtergrond. Wat we vooral doen is faciliteren. We zorgen dus dat iedereen online die interesse heeft om iets met Blender te doen, daaraan te ontwikkelen of documentatie te maken of wat dan ook, dat zij alle tools hebben online om dat ook efficiënt te doen. Dus het belangrijkste principe achter open source is niet zozeer dat het een open is of dat mensen dat kunnen lezen. Het gaat erom dat je dus een overeenkomst afsluit met de gebruikers. En dat je dus de software mag gebruiken voor elke toepassing. Dus commercieel of niet commercieel, voor training. En je mag zien hoe het werkt. Je kunt het bestuderen. Je kunt de verbeteringen aanbrengen. Je mag die verbeteringen zelfs houden zelf. Je hoeft niks te delen als je dat niet wilt. Maar het belangrijkste is dat als je het deelt, dan doe je dat weer onder dezelfde voorwaarden met iedereen. Het gaat er echt om dat mensen zelf iets willen. Dat is ook mijn eigen belang. Ik wil heel graag aan een 3D-programma werken. Of ik wil 3D-animatiefilm maken. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, dat organiseer je efficiënt, bijvoorbeeld via de open source. Dus we krijgen via crowdfunding online gebruikers die zeggen, nou oké, ik koop de DVD van de filmpas, nu al. Een jaar later leveren we alles pas op. Maar met de opbrengst van een paar duizend DVD-verkoop, kunnen wij mensen invliegen uit de hele wereld om in Amsterdam een half jaar of een jaar aan een film te werken. Dus nadat we alles gefilmd hebben, is de pipeline dat je dan de data moet eerst uit de camera halen. En Sony die geeft je een zwarte doos, en daar stop je de cartridge in en dan krijg je daar frames uit. Elke frame in 4K is ongeveer 50 megabyte. Dan moet je daar nog weer allerlei processen op loslaten voordat je dat kan gebruiken. Dat het de juiste kleur heeft en alles. Er zit heel veel ruis in, moet je eruit halen. Dus na een aantal stappen heb je dan ook een plaatje waarvan je zegt, oké, dat ziet er goed uit, dat is scherp, dat is, er zit niet zoveel ruis in, dat kunnen we gebruiken. Dan gaat het naar de clean-up, noemen we dat. Dus het moet schoongemaakt worden. Want de meeste beelden, we zijn bijvoorbeeld met een groen scherm opgenomen of in de stad op een brug, maar dan zit er iets voor, bijvoorbeeld de robot die op een brug moet staan, dan zie je dat er een reling voor die robot zit. Dus wat hij dan moet doen is de filmbeelden bewerken en vooral in laagjes kunnen opdelen, zodat je dus een voorgrond hebt en een achtergrond. Of dat hij de achtergrond helemaal weg kan halen, zodat hij dat ergens overheen kan zetten. Nou, als dat helemaal clean is, dan ga je daar 3D-dingen in zetten. En 3D-dingen moeten allemaal gemodelleerd worden, moeten ontworpen worden, getextured worden. Dan moeten ze ook nog kunnen animeren. Dus er is een specialist vol tijd bezig geweest om te zorgen dat die modellen ook op een leuke manier kunnen bewegen. Als je goed kijkt, zie je ook dat die robot uit 1000 onderdelen bestaat die allemaal afzonderlijk kunnen bewegen. Sommige mensen beschouwen Tears of Steel als een animatiefilm. Dus ook, we hebben wat geld gekregen van het Nederlands Filmfonds in de categorie animatie voor Tears of Steel. Ik zeg, nee, het is helemaal geen animatiefilm, het is gewoon een film. Ja, maar het is 90% computerwerk. Ik zeg, ja, dat is het wel, ja. Dan heet het weer animatie.
Dus wat is dat dan? Volgens mij is dat niet meer zo belangrijk. Wat maakt het uit waar je het mee opneemt en hoe je het bewaakt? Het is gewoon een film. Dus animatie of visual effects of gewoon echte film, dat glijdt allemaal heel erg door elkaar tegenwoordig. Bijvoorbeeld voor Elephant's Dream en voor Sintel, die animatiefilms die we hebben gemaakt, die waren niet echt. Ik bedoel, dit is geen echte man. En toch is die echt. Dus als je hem ziet, denk je, ja, dat is een persoon. Maar in werkelijkheid bestaan dat soort mensen niet. En doordat je dat met dat soort onrealisme mag werken, kun je dingen veel gemakkelijker doen. Want hoe deze man praat, hoeft ook niet echt te zijn. Terwijl als je een animatiefilm zou maken waarbij deze persoon niet van een echt mens zou mogen onderscheiden, dan wordt hij vele, vele malen kritischer. Want als er ook maar iets niet klopt, dan klopt het niet. En dan wordt het een beetje eng of een beetje raar. En bij animatie mag iedereen raar hobbelen, een beetje een rare gezichtsuitdrukkingen krijgen, de ogen kunnen groter worden. Je kunt allerlei dingen uithalen, dat accepteer je allemaal. Bij visual effects kan je dat eigenlijk niet. En dan moet het allemaal echt kloppen. En als je kijkt naar de laatste Kuifje-film, die zijn maar opgenomen met motion tracking. Dus eigenlijk is het ook live action, want de acteurs zijn gespeeld door echte acteurs. En die acteurs bepalen het karakter en bepalen de emotie. Ze doen een hele acteerwerk. En de computerjongens hebben dat maar te gebruiken. En moeten dat volgen, dat dat ook echt zo is. De meeste games is ook echt live action. Want het is allemaal gemotion captured en dat ziet er allemaal zo echt uit. Dat is eigenlijk gewoon echt. Maar goed, er is hier in de studio is een PlayStation 3 met een leuke stapel goede games. En natuurlijk, daar speel je mee, daar werk je mee en daar raak je ook door geïnspireerd. En het is heel intimiderend om te zien hoe ontzettend goed games worden. En als ze vergelijken games met film. Of als ze het over een animatiefilm hebben, dan zeggen ze, nou, ziet er net zo slecht uit of zo goed, het lijkt net op een game. En dat was vroeger natuurlijk een belediging, maar eigenlijk is dat al omgekeerd. Hè? Als het net zo goed als een game is, dan is het wel erg mooi. It's a whole new war. You okay? Go. Het ziet eruit als een vrij normale science fiction serie. Het zijn heel veel de studio-opnames. Met echte decors en die effecten vond ik wat minimaal eigenlijk, behalve dan het ruimte van ruimteschepen. Zeg maar. Het verraderlijke van televisieseries of op deze Halo-series is natuurlijk dat je eigenlijk niet weet wat ze nou doen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat mensen helemaal niet met echte geweren rondlopen, maar met een groen stokje. En dat het later in de computer zijn daar gewoon de geweren ingezet. En misschien hadden ze gewoon blauwe pakjes aan en dan zijn later alle kostuums omheen gezet. Dus als je oppervlakkig kijkt naar zo'n serie, dan denk je, ja, leuk, is hartstikke mooi gemaakt. Maar wat is dan met de computer? Dat weet je niet. Wat ik vooral het leuke vind aan dit soort initiatieven, wat wij gedaan hebben en wat je overal op internet ziet, is dat mensen afstappen van het televisiemodel. Waarbij je dus niet meer moet wachten tot er om 8:30 op dinsdag weer een aflevering vertoond wordt. Maar waarbij die dingen online worden aangeboden. Hè? Commercieel of niet commercieel, of met of zonder reclame. Er gebeuren ontzettend interessante dingen in de wereld. En dat is de toekomst. Daar geloof ik echt in. Dat soort dingen zal alleen maar meer gebeuren. En dan ga je toch niet voor wachten totdat een keer door de AVRO wordt uitgezonden. Dat model dat heeft de langste tijd gehad. Voor mij persoonlijk is natuurlijk de CGI-trailers, het animatiewerk en het gamewerk is het meest interessant. Want dat is mijn vak, dat is mijn passie. Want dat is gewoon vaak ook wat spectaculairder en mooier uitgevoerd. Dus dan zie je gewoon, oké, hoe hebben ze het gedaan? Waar zijn de camera's? Hoe hebben ze het geanimeerd?
Wat gebeurt er hier allemaal? Hoe hebben ze de explosies gedaan? Dat zijn allemaal leuke dingen om te onderzoeken. Dus voor mij is computerwerk nog steeds leuker of interessanter dan het live action.